Je bent een Rotterdammer in je hart en nieren. Je voelt je jovel rondom onze wc-dijk. Een avond Rotterdam in om te passagieren. En niemand is er zo tevreden en zo rijk. Ben je in Rotterdam geboren? Op het Noordplein of Katendrecht? Dan ken je van geen vreemde horen dat die van Rotterdam iets zegt. Want voor me haven en me blakie, voor me Coolsingel en het Hofplein, geef ik ze niet mijn laatste knakie. Daar ken ik alleen mijn eigen zijn. We staan nu in het Feyenoordstadion bij de eerste training van Feyenoord. En ik sta hier met... Henrik Iwits. U komt wel vaker in het Feyenoordstadion. Ik kom hier wel vaker, ja. U heeft ook een seizoenkaart? Nee, ik heb geen seizoenkaart. Het is... Nooit gehad? Ja, wel gehad in het verleden. Maar de tijden zijn vaak te wisselend en dan krijg je kinderen en dan komt het er eventjes een tijdje niet van. Maar een beetje druk is allemaal. Het blijft kriebelen. Oké. Maar wat verwacht u van het nieuwe seizoen? Ja, de verwachtingen liggen natuurlijk vrij hoog gezien het afgelopen seizoen. We hopen natuurlijk dat de spelers die nu heel goed presteren en misschien op de transferlijst staan, toch wel een aantal ervan hier zullen blijven. En dan verwacht ik toch nog wel dat we een heel mooi seizoen gaan maken weer. Ja, we gaan zo meteen om 2 uur gaat de training beginnen met spelers. De WK-gangers zijn er natuurlijk niet bij. Nee. Maar of ze terugkomen, dat weet je ook weer niet. Nee. Dus wat denk je met de nieuwe trainer erbij ook nog? Nou, de nieuwe trainer, ik denk dat het wel een hele stabiele factor is. Het is geen praatjesmaker, het is een rustige man. En ik denk dat hij zijn spoor in het verleden wel verdiend heeft. En alle trainers maken fouten en dat zal deze ook zeker gaan doen. En ik weet nog toen Ronald Koeman er kwam, in het begin ging het ook allemaal niet vlekkeloos. Dus die heeft ook aardig moeten bouwen. Dus het zal ervan afhangen wat hij terugkrijgt, wat hij overhoudt. En met welke groep dat hij nu aan de gang gaat voor de nieuwe competitie. U gaat dus met een goed gevoel. Seizoen 2014-2015 in. Ja, maar dat goede gevoel dat heb ik altijd. Of ze nou goed presteren of niet goed presteren. Ik bedoel, je bent Rotterdammer en je bent Feyenoorder in hart en nieren. En dat ben je altijd. Ook als het slecht gaat. Ik zit hier met Kielke. Hey, wat doe je hier? Nou, eerst trainen, kijken. Van wie? Feyenoord. Is dat ook de allereerste keer dat je hier bent? Of heb je ook een seizoenkaart? Nee, ik woon in Venlo en wij komen een paar keer per jaar hier. Hey, wat leuk, een jongen uit Venlo en die supporter van Feyenoord. Ja. Wat kan je allemaal vertellen over Feyenoord?
Niet veel. Omdat het een mooie club is. Dat het een mooie club is, maar je kent geen spelers. Jawel. Zoals wie? Pelle, Immers, Vilena, Poetjes, Jan Maat. Dus je weet wel heel veel eigenlijk. En wie vind je de beste? Ze allemaal. Allemaal, oké. Okay. Hey, maar jullie komen een paar keer per jaar naar Rotterdam voor Feyenoord. Ja. Wat spannend. Mm-hmm. Vind ik hartstikke leuk, zo'n jongen uit Venlo die dan gewoon naar Feyenoord komt. Vind ik leuk. Hey, dankjewel. Ja, wij komen naar de eerste training van Feyenoord kijken. Hè. Dat is de club die het voor ons altijd wel doet. U heeft ook een seizoenkaart? Nee. Ook nooit gehad? Nee hoor, nee. Mijn liefde voor Feyenoord is gegroeid in de tijd dat ik op de Mulo zat. Nou is dat nog net niet voor de oorlog, maar ik bedoel wel een hele tijd geleden. En dan gingen we woensdagavonds altijd hier naar die wedstrijden Feyenoord-Benfica, Feyenoord-Vazas... Met de gymleraar van de Mulo. En ja, zo is het gekomen, hè? Oké. Maar we gaan zo meteen naar de eerste training van Feyenoord kijken. De grote jongens die in Brazilië zitten zijn er niet bij. Nee. Maar wat verwacht u het algemeen van het nieuwe Feyenoord eigenlijk? Met de trainer? Nou, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik denk dat ik heb best goede moed op Rutte. Hij schijnt de berichten die er gaan, dat hij dus heel goed met jonge spelers kan. Dat hij heel erg met de mens achter de voetballer, dat hij daarbij betrokken is. En dat vind ik toch wel een heel groot pluspunt. Ja, dat is wel een beetje belangrijk als je het hebt over jonge spelers. Want er zijn voornamelijk jonge spelers en daar moet je ook om mee moeten gaan. Ja, en daar schijnt hij toch wel heel goed in te zijn. Ja. Ja, dat heb ik meerdere keren gehoord. Dus u verwacht best wel... veel of iets van het nieuwe van Feyenoord 2014-2015. Ja, maar daar kun je natuurlijk niet zo gek veel van zeggen. Je weet niet wie er weggaat. Jan Maat, Klaasie, noem maar op, Pelle. En wat komt er dan voor terug? Dus ja, dat blijft gissen. Hè? Er is nog niet zoveel bekend over voor het nieuwe seizoen. Maar als die mensen allemaal weggaan, wat dan? Ja, precies. Ja, en dat is de grote vraag. Daar kan ik ook geen antwoord op geven. Dus een beetje koffietje kijken allemaal? Ja, hele dikke koffie. Maar ja, we hebben allemaal het volste vertrouwen in Feyenoord, toch? Ja hoor, uiteraard. En dan houden we het hierbij. Dankjewel. Ben je in Rotterdam geboren, op het Noordplein of Katendrecht? Dan ken je van geen vreemde horen, dat die van Feyenoord iets zegt. Want voor mijn Kuip zijn 1000 lampen, voor het grootste legioen, blijf ik loop je daar anders rond. Ik was geen bezoeker, ik was een fotograaf. Dus ik keek naar mensen en wat er om ons heen gebeurde. En dan ben je zo met je werk bezig dat je eigenlijk niet naar muziek luistert. Time to build up.
Maar wat heeft u getroffen bij dat popfestival? Dat er geen agressiviteit was. Het was heel rustig. Mensen liepen door elkaar. Er gebeurde natuurlijk wel van alles wat. Maar er was geen agressiviteit. Want zelfs op een paar foto's die ik ook heb gemaakt, daar zie je namelijk de politieagenten staan bij de verkoop van hars. Die staan gewoon met de handen op de rug. Binnen de hekken werd er dus niet opgetreden tegen de hasverkoop. Maar als je buiten de hekken kwam en je had het bij je, dan werd je dan weer gelijk opgepakt. Op het veld was het niet te ruiken. Maar er waren tenten neergezet voor slaapplaatsen als het regende. En als je daar binnenkwam, misschien nu pas de binnenwereld, als je daar binnenkwam, dan was het een walm van marihuana. Dus er waren eigenlijk op het veld, misschien door de wind, maar op het veld was het niet te ruiken. Maar als je een slaaptent binnenkwam, dan was het één grote walm. Dat was ook op verboden. Er werd opgecontroleerd bij de ingang. Maar later op die zondag, toen gingen alle hekken open. En er waren jonge jongetjes met tassen die goed geld verdienen met blikjes bier. Maar er werd geen alcohol gebruikt. Alleen het enige wat heel veel werd gebruikt, dat was bami en nasi. Want het hele terrein lag bezaaid met wit, met plastic bordjes waar iedereen zijn bami en nasi had gegeten. On this particular song, man, I need your hands. Because this is a song, a sort of a blues ballad. It's well known as the Hoochie Coochie Man. Like you and me, and he was born in Cajun country, way down Louisiana. But there's one thing on that Hoochie Coochie Man, he had the biggest mama in the world. He had a big fat mama you never saw before. And his mama, she had the biggest Hoochie Coochie potatoes in the world, you know. It's very good for that man, because you know why? Because one milk a day keeps the doctor away. All right, come on, man, dig this song.